Hoe voorkom je dat mensen slachtoffer worden? Eigenlijk kun je daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Een mooi voorbeeld hiervan wordt mogelijk gemaakt door Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving. In het onderzoek Video Interactiebegeleiding bij prematuur geboren baby's helpt een simpele interventie ouders de signalen van hun kindje beter te begrijpen. Dat allereerste prille contact is van cruciaal belang. Want hoe beter de band tussen ouder en kind, hoe groter de kans op gezonde volwassenen. We weten dat 70% van de kinderen die we tegenkomen in de jeugdzorg te maken hebben met hechtingsproblemen. Dat de reden is dat ze daar terechtkomen. We weten ook dat premature kinderen een heel hoog risico hebben op het ontwikkelen van een hechtingsprobleem. De scheiding die de ouders en de baby in de eerste dagen na de geboorte meemaken zorgt ervoor dat de hechting tussen ouder en kind wat moeizamer gaat verlopen. En uit onderzoek weten we ook dat premature baby's 7 keer meer kans hebben om slachtoffer te worden van kindermishandeling. De hechting begint meteen na de geboorte. In het eerste uur gebeurt dat al. Wat je ziet, we noemen dat de golden hour, ofwel de secret hour. Wat je ziet is dat baby's alert zijn en aandachtig en open oogjes en meteen contact zoeken met de vader en de moeder. Dat is wat ouders van premature kinderen natuurlijk missen vanwege het feit dat het kindje prematuur geboren is en meteen weggehaald wordt. Video-interactiebegeleiding bestaat al zo'n 25 jaar in Nederland. De verpleegkundigen of pedagogische medewerkers die filmen de ouders terwijl ze het kindje verzorgen bijvoorbeeld, en kijken dat methodisch terug op een bepaalde manier. Het is fijn voor ouders om de beelden terug te kijken, omdat de moeder in het begin nog zo ziek kan zijn dat ze zich dat niet kan herinneren. Vader in een stresssituatie zit en eigenlijk meer bezorgd is om zijn vrouw en eventueel ook het kindje. Waardoor ze niet hebben kunnen zien op welke manier ze het contact hebben opgepakt met hun eigen kind. De ouders worden geattendeerd op hele kleine signalen. Bij premature kinderen zijn dat natuurlijk hele minimale momentjes. De ouders worden daarop geattendeerd en worden als het ware bekrachtigd in hun intuïtie en in het contact met de baby. Wat je ziet is dat ouders daarna dus gesterkt worden in hun zelfvertrouwen, dat er mooie momenten zijn waar ze van kunnen genieten. En dat helpt dan toch weer met het opbouwen van die band die zo belangrijk is. We proberen ouders mee te geven een positief gevoel in relatie tot hun kind, omdat ze het in het begin al heel zwaar hebben gehad. En als ze naar de positieve dingen kijken die er zijn, de signalen van hun kind en van hunzelf, dan krijgen ze een goede bagage mee voor hun toekomst. Video-interactiebegeleiding wordt al jaren op neonatologieafdelingen in verschillende Nederlandse ziekenhuizen toegepast, maar het is nooit wetenschappelijk aangetoond of het inderdaad effect heeft. We zijn ontzettend blij dat Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving het mogelijk heeft gemaakt om dit onderzoek nu eindelijk uit te kunnen voeren. We hebben het onderzoek uitgevoerd in 8 Nederlandse ziekenhuizen. Hier hebben we 70 gezinnen gevonden met een op tijd geboren baby, 70 gezinnen met een extreem premature baby en 70 gezinnen met een matig premature baby. En deze hebben we gevolgd over de tijd. De helft van de groep kreeg de interventie en de helft van de groep niet. Het onderzoek heeft hele mooie resultaten opgeleverd. Het bleek dat video-interactiebegeleiding inderdaad effecten had, vooral op de sensitiviteit van de ouders. Het bleek dat de ouders wat meer gericht waren op de signalen van de baby's, maakten meer contact, voelden zich meer verbonden met de baby. De methode wordt nu in 63 ziekenhuizen gebruikt in Nederland. We hebben ook een handleiding geschreven nu in het kader van dit onderzoek. Daar zijn we heel blij mee. De zorg voor prematuren in Nederland is erg hoog als je dat vergelijkt met de landen om ons heen. Daarom zijn we ook ontzettend blij dat zo'n hele korte interventie zo'n krachtig en groot effect kan hebben en ouders toch nog kan helpen in het maken van contact met hun premature baby.